Van een dansende, met palmtakken zwaaiende menigte. Naar de eenzaamheid en verlatenheid in Gethsemane. We nemen u vanavond mee naar de intocht in Jeruzalem, het avondmaal en Gethsemane. Jezus werd binnengehaald door heel veel mensen. Hij nam het brood en de wijn met zijn vrienden. Daarna moet hij het alleen doen. Wees welkom, ga met ons mee. We steken de kaars aan en verspreiden zo het licht. Johannes 12, vers 12 tot 19. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten. Zoals geschreven staat, vrees niet, Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het ook zo gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. De fariseeën echter zeiden tegen elkaar: je ziet dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Ik zie een grote koning.
zingt en ieder zingt. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Grote doorbraak, opgewekt door ons gebed. We knielen neer, we knielen neer. Hosanna, Hosanna, Hosanna in de hoge. Hosanna, wat u raakt. Alles wat ik ben is voor u gemaakt. Op mijn weg van het bestaan naar eeuwigheid. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Matteüs 26, vers 17 tot 30. Op de eerste dag van het feest van het ongedecemde brood kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen: waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen, zodat u het Pesachmaal kunt eten? Hij zei: ga naar de stad en zeg tegen de persoon die jullie bekend is: de meester zegt, mijn tijd is nabij, bij jou wil ik met mijn leerlingen het Pesachmaal gebruiken. De leerlingen deden wat Jezus hen had opgedragen en bereidden het Pesachmaal. Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de 12 aan voor de maaltijd. Onder het eten zei hij tegen hen: ik verzeker jullie, één van jullie zal mij uitleveren. Dit bedroefde hen zeer en de ene de ander vroeg aan hem: ik toch niet, Heer? Hij antwoordde: hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. De mensenzoon zal heen gaan zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter zijn voor hem als hij nooit was geboren. Toen zei Judas die hem zou uitleveren: ik ben het toch niet, Rabbi? Jezus antwoordde: jij zegt het. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie,
Vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Dag Bart, we staan hier in de kerk met Bart Prins. En ik wil graag even weten, Bart, wie ben jij? Kan je je even voorstellen aan de mensen thuis? Ik ben Bart Prins. Ik ben in deze kerk gedoopt. We hebben hier onze belijdenis gedaan. Dus ik ben al goed dik 60 jaar in deze kerk. Dan weet je al heel veel over deze gemeente. En we staan hier vandaag ook niet voor niks in deze, bij het avondmaal hier. Want dat heeft Bart namelijk gemaakt. En daar wil hij ook iets over vertellen. Bart, ik zou zeggen, je hebt een heel verhaal voor ons. Ga je gang. Dankjewel, Agnes. Ja, we kijken hier naar een replica van het laatste avondmaal. En ik moet iedere keer wat spieken. Dit is een fresco en is wereldwijd bekend. En is te zien in de eetzaal van het klooster van Santa Maria da Grazia in Milaan. De opstelling is een iconografisch model. Omdat het niet verplaatst is, is het ook nooit particulier bezit geweest. Maar er zijn heel wat borduurwerken en schilderstukken en brandschilderingen geweest, gemaakt. Wat ook zo in deze glas en lood, of eigenlijk Tiffany, gevangen is. Ja, het is een jaar of wat geleden, toen hadden wij nog ons glas in lood clubje. En dan met de woensdagavondclub. Maar dan zijn we aan het, het was altijd al mijn interesse, mijn doel eigenlijk om dit een keer te maken. Maar om dit alleen te doen, ja, je zult het misschien niet zien, maar hier zijn meer dan 1000 stukjes glas in verwerkt. En dat hebben we dus met z'n drieën gemaakt. We zijn er in het begin van het seizoen aan begonnen. En wat was dus net voor Pasen, dus een beetje klaar. Wat leuk, ik heb het gemaakt met Henk Lindeboom en Henk Stegenwans. En het frappant is, we waren alle drie lid van de Vrije Evangelische Gemeente toen die tijd. En, maar wel van verschillende plaatsen. Dus de Rond en Oudburg en Oldenbroek hebben hier aan meegewerkt. Gewoon wel leuk om even te vermelden. Maar tijdens het maken kregen wij zoveel ideeën en gesprekken erover. Ook echt diepgaande gesprekken. Ik vond dat echt mooi om te maken. Maar we hebben het ook beleefd tijdens het maken. Dat zullen de andere jongens ook kunnen beamen. Als we dan daarvoor die tafel zien, is dan bekertjes. We hebben steeds in de... Ja, wat zullen we, moet dit dan de vase zijn met water? Zou dat van de voetenwassing zijn of zo? En daar had je dan al een heel gesprek over. Zeggen we nee, we denken dan in Israël gewoon het reinigingsgebod dat bij het eten staat niet meer de waspullen. Dus een kleine boom heeft er mooie stukjes fruit ingelegd, omdat te complimenteren. Nou, dat was eigenlijk zo het avondmaal. We hebben het dus met z'n drieën gedaan. We mochten dat echt fijn beleven. En we hadden het ook mooi voor de Pasen klaar. Dus we konden het met het avondmaal hier in de kerk ook laten presenteren. En het is overal al geweest. Maar nu heeft het een mooie, fijne, vaste bestemming gekregen hier in onze kerk. Ja, dat... Dat is dan het avondmaal voor het stuk waar ik dan iets van wilde vertellen. Mag ik even vragen, Bart, hoe lang heb je eraan gewerkt samen? Nou, we kwamen elke woensdagavond bij elkaar. En dus een seizoen lang. Dat ging dus vanaf de schapenmarkt tot aan Pasen. Dat was altijd ons seizoen. En in die tijd hebben wij dit gemaakt met z'n drieën. We hadden wat extra werk aan gehad na die tijd. Want het is een keer gevallen, het is een keer schade gehad. En we hebben het weer moeten repareren, maar dat is allemaal mooi goed gekomen. En toen hebben we de lijst wat kleiner gemaakt, dat die hier net tussen past. Heb ik met Henk Magreen samen dit er mooi tussen gemaakt. In detail wil ik nog toevoegen, de karaktertrekken, de inschildering, dat heeft mijn dochter Jeanette Schenk gemaakt. Dus we hebben met z'n vieren eigenlijk aan een stuk gewerkt.
Nou, en het is prachtig geworden. En het is ook mooi dat het hier hangt. Ook in het, omdat we samen altijd avondmaal vieren. En over het avondmaal persoonlijk wil jij ook wat vertellen, hè Bart? Wat het met jou doet. Ja, we waren jong getrouwd. En nadat je dan beledigd had je gedaan, dan ging je jong aan het avondmaal. Dat was nou normaal, dat je dan op de vrijdagavond het avondmaal viert. En we deden dat nog, we bleven dat doen. Toen zei mijn schoonvader, nou die komt uit de behoudende kerk, mijn vrouw komt daar dus ook, vanuit de hervormde kerk uit het Harde. Toen zei mijn schoonvader, maar ben jij dan al zo goed dat jij aan het avondmaal kunt? Ja, we wisten ook niet beter, dat zal dan wel zo zijn. Dus we luisterden toen nog naar de ouders. En ja, dan deed je me niet meer. Twee keer voorbij, toen zei mijn vader, ben jij al zo goed dat je niet meer aan het avondmaal gaat? Dat was de hele andere kant. En we hebben daar samen best wel mee geworsteld. Mijn vrouw dacht dan eerst van, nou, wat afstand nemen. En toen zijn we daar toch wat ingegroeid. En het mooie daarvan is dat we hier nu zien hoe fijn het avondmaal is. Niet iets angstwekkends wat vanuit de behoudende kant gezegd wordt van drink je geen oordeel in of eet je geen oordeel in. Nee, je mag komen met een zondig hart. We zien hier de Heer Jezus het avondmaal vieren met Judas, die op dit moment de brood aangereikt krijgt, want dit is dat stuk daaruit. En je ziet hier ook Petrus, waarvan die wist dat ze toch helemaal scheef gingen. Want dan klopt dat andere gedeelte van het oordeel indrinken en zo klopt dan helemaal niet. En daarom ben ik blij dat we het avondmaal mogen vieren zoals we het nu hier bij ons in de kerk doen. Het is niet niks. Het is wel een persoonlijke ontmoeting met de Heer. Je moet er wel in staan. Als jij de zonde beleidt tijdens een avondmaal, vergeef je ook je zonde. En anders kan God niet werken in je hart. En als je dat vergeeft, dan vergeef je ook de mensen in de kerk waar je eigenlijk misschien oneenigheid mee hebt gehad of wat. Want zij zitten met hetzelfde doel. We vergeven naar elkaar. En ik vind dat zo fijn, want ik ga altijd met een opgelucht hart de kerk uit. Als ik mijn avondmaal heb gevierd, ik heb het zo nodig. Ik kan er ook naartoe leven. Gelukkig samen kunnen wij er naartoe leven. Alleen vind ik het wel dat het erg fijn zou zijn als we dat hier samen kunnen doen en niet meer thuis. Met een stukje brood en een glaasje wijn op tafel. Ik hoop dan wel dat we dit weer samen kunnen doen en elkaar weer kunnen ontmoeten. Daarin ook in het avondmaal. Het avondmaal wat ingesteld is voor ons behoud. We hebben hier een stukje gereedschap gekregen van God om ons iedere keer met hem te verzoenen. Om steeds opnieuw op onze knieën gaan en daar, ja, samen beleven, samen de vrijheid weer tegemoet. Maar als je buiten bent, dan ga je toch weer scheef en dan gaat dit weer niet goed, dan gaat dat weer niet goed. Daarom zegt de Heer Jezus, zo dikwijls gij dit doet, breek dan het brood, neem dan de wijn, mijn lichaam, mijn bloed, om tot verzoening te komen. Het is zo geweldig mooi iets. Ik snap niet waarom soms zo weinig mensen de avondmaaldienst overslaan of dan niet komen. Misschien uit angst. Het hoeft niet. Je mag vrij tot God komen. Uw zonde beleiden. En dan ben je. Mensen, dit is zo mooi. Zullen we dat de volgende keer allemaal samen weer gaan doen. Wat mooi, Bart, dat je dat zegt. Want ik zie de glimlach op je gezicht en je ziet het ook echt als een viering. He, als we iets te vieren hebben, dan zijn we ook blij. En dat is ook heel mooi. En ik merk ook dat je die verbondenheid heel erg mist, doordat je zegt, we willen graag weer samen in de kerk. En ook dat avondmaal en het zingen en alles missen we in die zin. Maar ja, doordat je nu meewerkt aan de Stille Week, Bart, is er toch een stukje verbondenheid. En dat is prachtig. Fijn dat je zo het verhaal over je avondmaal kon vertellen.
En dat de mensen ook thuis hier wat aan mogen beleven. Matteüs 26, vers 31 tot 46. Onderweg zei Jezus tegen hen: jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen. Want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei daarop tegen hem: misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit. Jezus antwoordde hem: ik verzeker je, deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen. Petrus zei: al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit. Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Gethsemane genoemd werd. Hij zei: blijven jullie hier, ik ga daar bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ik voel me dodelijk bedroefd. Blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan. Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: konden jullie niet eens 1 uur met mij waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen. De geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak. Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt. Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij. Schaduw.
zoon die ons het brood de beker reikt, ons in zijn liefde en gemeenschap leidt. Een beker reikt, die overstroomt van goede tierenheid. De wijnstok bloeit, de beker vloeit in eeuwigheid. Bart, ik zou je willen vragen, zou je ook met ons willen bidden? Jawel hoor. Ja. Trouw Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we zo midden in de week even hier een opname mogen maken. Dat we de vrijheid nog steeds hebben hier om u te danken. En waarvoor? Voor dit mooie iets wat u ons gaf, het avondmaal. Daar willen we u voor danken, Heer. Danken dat wij steeds weer opnieuw tot u mogen komen. Met onze zonden, onze zorgen, onze problemen. Heer, we willen u danken. Voor wie we mogen zijn. Door het avondmaal, alleen door het geloof in de Heer Jezus mogen wij koningskinderen zijn. Kinderen van u. Dank u Heer dat u dat allemaal zo bewerkstelligt. Vader, we willen u danken voor de kerk, voor onze gemeente. Heer, we willen danken dat wij zo samen gemeente mogen zijn om elkaar te vergeven in het avondmaal. Elkaar te willen respecteren. Elkaar zoeken om goede wegen te vinden. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Dank u wel voor wat u ons gaf. Heer, zo mogen we vanuit ons dankgebed ook een zegen vragen. Een zegen die we niet verdienen, we weten dat. Maar Heer, we hebben u zo nodig. Gaat u met ons mee. Ook vandaag, ook de komende tijd weer. Ook in de voorbereiding naar het avondmaal toe. Vader, wilt u ons dan maar laten zien hoe klein we zijn. En ook hoe zondig we zijn. Maar dat we door het avondmaal heen weer bij u mogen zijn. God, we willen bidden voor de kerk. Vooral die mensen die bezig zijn om iets goeds te doen. Om de kerk kerk te laten zijn, ook in deze moeilijke tijd. Vader, we mogen bidden voor onze zieken. Onze gemeente kent veel pijn, kent ook veel leed. Heer, we zijn met hen. Zo willen we bidden voor onze kerk, voor de voorgangers, de oudsten, de zendingswerkers. Zo willen we bidden voor hulpinstanties die iets willen en kunnen doen in deze wereld van nood en pijn. Of ze wel of niet geloven, God, het is niet aan ons, maar we mogen voor ze bidden. En ook bidden, Heer, voor de kerk die leidt. U kent uw kinderen. O God, als Satan komt om te ziften, maak ons dan sterk dat we mogen blijven staan in het evangelie. U mogen blijven volgen. Zo bidden we voor de kerk die leidt. Zo bidden we voor uw volk Israël wat leidt. Vader, zo in het gebed bidden we voor een ieder die op uw zegen wacht. Wel of niet verdiend, het is niet aan ons. Maar zo mogen we wel samen voor het kruis komen om daar te knielen. En u ook deze dag weer vragen, Heer, vergeef ons wat fout was. Vergeef ons de dingen die we verkeerd hebben gedaan en gedacht. Vergeef ons wat we moesten doen en niet hebben gedaan. En zo vragen we u, Heer, leidt u ons aan uw hand mee naar uw hemels vaderland. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen.
Bart, heel hartelijk dank. En ik wens je ook heel veel Godzegen toe. Vooral ook in het maken met het glas in lood. Dat je mooie gesprekken mag hebben. En dat je een instrument mag zijn voor het Gods Koninkrijk. Dat wens ik jou toe. En ook zeker zo'n goede Pasen samen met Harpje. Insgelijks. Dankjewel. Dankjewel.